Dat is 1. Dat is de buienalarm die ze met het nieuws gebruiken. Ja. En dit is die ik betaal. Dus ja, dat wordt regenpak aan. Dat ik doe het op mijn gemak. Ik ga lekker eerst even een bakje koffie doen. Daarna doe ik mijn regenpak wel eens aan. Ik had mijn gewone jas al gepakt. Maar ja, dat gaat het ermee worden, mijn normale jas. Ik had gezegd dat ik weer terug zou komen als ik weer terug was. Nou, ik ben net terug. En wie tref ik hier waar? Nou ja, onze Mario natuurlijk. Daar zit ze. Hallo. Dus die was al binnen. Dus de poort die was ook niet op slot meer. Maar mijn boodschappen hek in huis. Ja, ja. En allemaal lekkere dingen. Mario mag het niet hebben, maar ik wel. Ja. Oh, lekker. Dit zijn tompoezen, maar niet normaal. Zo, lieve vrienden. Ja, een hele, hele goede middag. En welkom bij deze nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag alweer een zaterdag, de 24ste van de 2e 2024. We leven om 1 minuut over 1. Busje van de pakketbezorger staat voor mijn neus. Ja, pal voor de keuken. Maar ja, dat zijn we wel gewend. Enkel af en toe schrik je het al wel eens. Van dat gedreun en alles. Kan niet normaal meer dicht. Nee. Ze dreunen erop los. Die deuren moeten er zo wat uit. Denk je dan bij jezelf. Maar in ieder geval, ik ga met meisjes lopen. En ik moet eigenlijk ook nog even de stad in. Ik moet nog even naar de DA en ik moet naar de Vomer. Maar, nee, die moet ik niet hebben. Die moet ik hebben. Dat is 1. Dat is de buienalarm die ze met het nieuws gebruiken, ja. En dit is die ik betaal. Dus ja, dat wordt regenpak aan. Dat ik doe het op mijn gemak. Ik ga lekker eerst even een bakje koffie doen. Daarna doe ik mijn regenpak wel eens aan. Ik had mijn gewone jas al gepakt, maar ja, dat gaat het ermee worden, mijn normale jas. Het wordt regenpak. Nou, dan moet ik een kort jack onderaan hebben. En dan een regenbroek, tenminste een skibroek. En dan een regenjack eroverheen. En dan blijft mijn haartjes ook nog droog. En dan komt het vanzelf alweer goed, ja. En dan moet ik even dus naar de DH-drogist. En eventjes naar de Vomer. Want morgen is het 7 jaar geleden dat mijn mannetje is overleden. Nog een keer, morgenochtend om 6 uur, 's morgens vroeg, is het 7 jaar geleden dat mijn mannetje is overleden. Dus ja, ik wil wel eventjes iets lekkers even voor mezelf, dat ik mezelf even kan verwennen, in huis halen. Iets lekkers. Weet je, ik weet ook niet of er iemand zal komen, maar dat merken we dan wel weer. Hoe heet het? Chrissy zal komen, maar die ligt in Lappermand. Dus ja. En nou zie ik een vraag komen, wie komt er morgen allemaal? Nou, niemand. Nee, dat was Mario. Nou ja, ze is welkom hoor. Wie komen? Dat heb ik ook, denk ik. Wie komen er allemaal vanmiddag? Niemand. Ja, misschien jij, ik weet het niet. Maar ja, en Chrissy zal komen, maar die ligt in een Lappermand. Dus ja, dat gaat het hem niet worden. En verder is niemand. Nee, ik zou niet weten wie. Ja, misschien jij als jij dat wilt. Ja. Dan ben je welkom. En dan ben je, jij bent sowieso welkom. Iedereen is welkom. Ja, maar ik heb verder helemaal geen afspraken, niks gemaakt. Nee. Dus, maar ja, je komt maar, schatje. Ja, toch, ze mag komen. Wat zie ik nou weer leggen? En
Oh, dat is van mijn toetsenbord, denk ik. Zo'n klein voetje, zo'n rubber dingetje. Ja, nou, leg ik wel even daar neer. Het toetsenbord moet toch losgekoppeld worden. Ik moet nodig mijn nieuwe eraan doen. Die heb ik nou al vanaf vorig jaar al ooit gekocht. Nooit niet eraan gedaan. Nee, ik doe alles met deze. Af en toe moet ik blind gaan typen, want de A is verdwenen. De Z is bijna verdwenen. Ja, er zullen wel meerdere letters zijn die al versleten raken. Of niet? Nee, dat zijn de ho. En dan de hoe heet dat? De shift. De shiftknop aan de linkerkant, die is ook verdwenen. Nou ja, lekker belangrijk. Zolang ik weet wat voor knop het is. Ja, dan doet hij het nog. Maar, nou ja, ik ga lekker eerst een bak koffie doen. En daarna ga ik de meisjes uitlaten. En dan ga ik de hort op. Ja, met regenpak aan. Daarna kom ik wel weer terug als ik weer terug ben van boodschappen doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, ik had gezegd dat ik weer terug zou komen als ik weer terug was. Nou, ik ben net terug. En wie tref ik hier waar? Nou ja, onze Mario natuurlijk. Daar zit ze. Hallo. Dus die was al binnen. Dus de poort die was ook niet op slot meer. Maar mijn boodschappen hek in huis. Ja, ja. En allemaal lekkere dingen. Mario mag het niet hebben, maar ik wel. Ja. Lekker. Dit zijn tompoes, maar niet normaal. Luxe tompoes. Ja. Ik wou mokka, maar dat was ze niet. Was op de pop. Dan heb ik een fly.mix, maar wat, ja, de Bessenfly. En die andere, dat is twee kruimel, maar wat voor kruimel weet ik niet. Appel? Ja, appelkruimel. En die andere? Roofly. Is dat roo? Oh. Nou ja, in ieder geval lekker. Ja. En ja, maandag komt Willy, die wil ook gebak. Ja. En een hek worst, vind ik lekker. Moet kunnen. Ik moet ook kunnen eten. Ik heb wel eten, maar ik heb geen zin om te koken. Niks. Maar ik wil wel warm eten. Dus, nou, dat gaat in de magnetron. Oké, de magnetron is ook al dodelijk. Is kankerverwekkend, die straling en allemaal. Dood gaan we toch. Dus, huppata. Dan heb ik nog twee keer een hotdog. Lekker. Dan heb ik een pak met wijn. Die zit er daar even neer. Dan heb ik patat. Die leggen we dan ook even neer. Dan heb ik een goudgele rakker. Jullie weten welk merk. Ga jij daar even op staan? Mooi. Dan heb ik de notenwijn. Is ook lekker. Ja. En ik heb nog de gluwijn. En ik vergeet weer snoepjes voor Kando. Maar ik ben nog helemaal niet aan die kant geweest. Nee. Nou ja, misschien wel. Hij had nog, want Mario die had meegenomen van de week dus. En weer een mayonaise. Tenminste... Yogomild heet dit. Het is geen mayo. Het is Yogomild. Dus. Ik heb meegenomen voor straks om te eten. Bami koring met kipsaté. Lekker. Of niet dan? Zo. Heerlijk, ja. Ja. Dat is lekker. Nou ja, dat is straks eventjes de boel inpakken. En nog een tube curry. En dan kan dit naar boven. Make-up doekjes, 4 maal. En dat is bij de DA drogist gehaald. Is zo. Nou ja, dat heb ik dus gehaald. En dan kan de tas weer opgeruimd worden. Nou ja, en dan kom je ook nog bekende mensen tegen.
Ja, geen beroemde hoor, maar gewoon die je kent. Vanuit de buurt. Nou, dan sta je daar weer even mee te praten. Dat moet allemaal kunnen. Ja. Gewoon gezellig. Maar ja, ik zou ook kattengrit meenemen, want de kattengrit is op. Maar dat dorst ik niet aan, want het regende, het spoelde dat ik er doorheen ging. Mijn vloertje van de booster is drijfnat. En als ik daar een zak met kattengrit op leg, nou ja, dan kan ik die zak met kattengrit niet eens niet binnenkrijgen, want die is dan ook drijfnat. Dus dat wel werkt niet, nee. Dus ik denk, het komt wel. Ja hoor. Maar in ieder geval, ik heb ook koffie, dus we gaan lekker aan de bakje koffie. En we gaan genieten. Ja, dus ik vraag ook aan jullie, geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, het is alweer reeds 19:43. Dus lopen we tegen achteraan. De map om met een nieuwe vlog erin heb ik ook al klaarstaan. Ik ben enkel nog even met de naam bezig. Kijken wat ik gedaan heb die dag. Wat voor dag is het? Even zien. Zaterdag 10 februari. Nou ja, een week geleden. Dus ik moet eventjes nakijken wat ik er precies gedaan heb. Nou, ook ging dat weer over het vlot. Dus ja, dan komt dat er ook weer bij. En ik ben weg geweest, zie ik. Ja, waar naartoe weet ik niet. Niet uit mijn hoofd. Misschien boodschappen gedaan, ik weet het niet. Dat zien we straks ook vanzelf. En dan gaan we hem in elkaar zetten. Dus ja, lekker rustige avond. Mario die is natuurlijk ook geweest. Ook gezellig. En die komt morgen weer omdat het is morgen een roldag voor mij. Ja, dat begint eigenlijk vanavond al, ja. Ik was nu eigenlijk al bezig. Voor 7 jaar geleden. Ja. 7 jaar geleden, eerst Wilma, die appte mij dat ze de longembolie terug had voor de tweede keer dat ze weer was opgenomen in het ziekenhuis. Later is haar dochter bij ons gekomen om met mij te praten van hoe laat ik de volgende dag dus naar het ziekenhuis zou komen. Nou ja, dat is dus niet gebeurd, want ik zat in Alkmaar waar mijn man netje was overleden. Ja, dus allemaal niet zo leuk. Dus ja, dat is morgen allemaal 7 jaar geleden. Tenminste, vanavond begon het al. Nu was het al bezig, ja. En het was allemaal niet fijn. Niet weten dat mijn mannetje zou komen te overlijden. En ja, we waren ook aan het lachen en doen. We zaten naar... met die kindertjes. Zeg het eens. Met die stoelen die draaien. Ik weet het zo even uit mijn hoofd niet meer. Maar ja, het was ook 7 jaar geleden. Maar doet er ook verder niet toe. We zaten er om te lachen en alles. Was gewoon leuk. Maar in ieder geval. Ik ga nou daar verder mee. Ik zit ook onderwijl televisie te kijken. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. En heb een hele fijne, liefdevolle avond. En ik zou zeggen, geniet daarvan. En geniet een beetje met mij mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is de hoogste tijd wil ik niet zeggen, maar het is 0:24, dus het loopt tegen 12:30 aan. En ik zal jullie vertellen, ik ben toch een portie moe. Ik ben nog niet eens op Facebook geweest, niks. Ik ben er te moe voor om dat te doen. De meisjes liggen lekker alweer... op de bank. We hebben net even wat lekkers tussendoor genomen, even iets harders en dan gaan we zo naar bedje toe. Ik heb het water al klaarstaan voor de kruik. Hé? Ja nou. Heel lief. Zijn jullie lief? Ja? Nee. Maar dan ben je zo liefjes, hè? Ja. Poort is ook al op slot. Dus ik wil de tuindeur nog op slot. En dan water opzetten. Voor de kruik. En dan lekker horizontaal. Het is vandaag al zondag, de 25e. Ik hoop dat ik inderdaad, ondanks dat ik doodmoe ben, ook slapen kan.
Als ik terugdenk aan 7 jaar geleden, dat was een verschrikking. Ja. Maar ja, we proberen nou wel vooruit te kijken, ondanks dat ik echt doodmoe ben. En we proberen er toch een goede dag ervan te maken. Ook ben ik heel erg blij, want eindelijk heb ik mijn zwager Adrie Luisterburg weer gesproken. Want die belde mij vanavond op. Daar ben ik heel blij mee. Dankjewel, lieverd. En hij heeft ook beloofd om vandaag vanmiddag weer te bellen. Dus daar ben ik hem heel dankbaar voor dat hij dat wil doen. Maar voor nu zou ik zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal gezond uit jullie bed zien te komen. En ik hoop voor jullie allemaal dat jullie een gezegende zondag mogen hebben, vol vreugde en plezier. Is het morgen zondag? Ik ben een heleboel kwijt. Echt, ik ben de boel kwijt. Ja. Is zondag, ja. Ik ben het helemaal boekje zoek, maar het maakt niet uit. Het is te begrijpen. Ja, ook komt Mario vanmiddag, daar ben ik ook blij mee. En we merken het wel hoe de dag verder dan rolt en zeilt en gaat en doet. Maar in ieder geval, ja, ik hou gewoon vol goede moed en ik zou zeggen, jullie weten het ook allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!